Beste aquariumvriend, visliefhebber of viskweker of handelaar in vissen. Ik ga je vandaag het verhaal vertellen van mijn werk, hoe ik er ben toegekomen om in de vishandel te werken en waarom ik eigenlijk het Dr. Basler Bierfishfood ben gaan ontwikkelen. Er zit natuurlijk een verhaal achter, een geschiedenis achter, dat ga ik u delen met wat enkele foto's en video's. En ik hoop dat deze ongeveer 10 minuten uitleg jullie een beetje wegwijs maken waarom we eigenlijk met het visvoer op de markt zijn gekomen. Waarom ik als bioloog en als consultant toch maar het probeert een beetje uitleg te geven over de concepten. Wat een goed voer kan betekenen voor de vissen. En daarmee zal ik mijn scherm delen en u ook dan eigenlijk de informatie geven die van toepassing kan zijn. Kijk daarmee het verhaal van mij, Gerald Basler en Dr. Basler Bierfishfood. In 1977 ben ik beginnen te werken, hier links, in een klein laboratorium in Antwerpen, bij de groothandel Aquarium Antwerp. Is nu nog steeds een grote aquariumwinkel, bestaat nog. In die tijd was het Mark van der Weijer. Ik was toen afgestudeerd als bioloog, etoloog, gedragskunde van de dieren. Ik had toen vooral op apen gewerkt en op chimpansees, maar ik heb toen ook les gekregen, verbazend genoeg, over vissen, het gedrag van vissen en dan vooral de cichlide, de trofeesoorten bij onze Vlaamse Darwin en Mark Nelissen. Dat was een heel interessante opleiding die ik heb gehad. En toen ben ik gelijk beginnen werken in de aquariumhandel, ben ik toevallig ingerold en heb ik mezelf gaan verdiepen over visziekte. Er was toen heel weinig bekend. Ik heb daar, doe er nog steeds ervaring over. Nu ben ik 44 jaar bezig, na vele reizen en studies. Ja, en ik heb vooral veel geleerd door te werken in mijn vishuis in België. Maar ja, dat ging niet vanzelf. Daarvoor heb ik ook eerst cursussen gevolgd in Venezuela bij David Conroy, bij Dr. Jack Ratchek in Amerika, in Georgia. University of Athens. Dan heb ik ook nog gestudeerd bij Dr. Gottfried Schubert in Hoenheim in Duitsland. Omdat er toen heel weinig beschikbaar was aan boeken over visziekte. En die paar mensen hadden boeken geschreven over visziekte. Dan had ik per brief contact gelegd, bezoeken gebracht, op reis gegaan, cursussen gevolgd. Ja, en dus heb ik mezelf bekwaam gemaakt. Uiteindelijk heb ik dan ook een cursus gevolgd in de University of Stirling bij Dr. Roberts, een veel grote specialist over zalm- en forellenziektes, maar enorme vakkundige diagnostiek werd gegeven. En dit heb ik dan allemaal toegepast in mijn vishuis, dat ik heb gestart in 1995. Ja, voorheen heb ik dan gewerkt in Amerika, 4 jaar. Eerst had ik natuurlijk mijn start genomen in Aquarium Antwerp, van 1977 tot 81 en dan tot 1985 in Chicago. En dan 6 jaar bij Ruinemans Aquarium in Nederland en dan nog eens 4 jaar bij Aquarium Glaser in Frankfurt, Duitsland. Voordat ik het idee heb genomen samen met mijn vrouw Angelique Hillhouse, die mijn echte assistenten is, mijn backup geeft om dit allemaal mogelijk te maken. En daarmee hebben we dan ons vishuis gestart in België, met 1000 aquaria, en waardoor ik dus dagelijks te maken had met zieke vissen. Mijn microscoop ter beschikking had, waar ik al genoeg ervaring in had opgedaan, hoe moest ik problemen aanpakken. Ja, en dan krijg je natuurlijk te maken met problemen. En die problemen heb ik dan omgezet in training en advies te geven, wat ik nu doe tegenwoordig, want het vishuis hebben we ongeveer 7-8 jaar geleden stopgezet en laten overnemen door Aqua Farm International uit Nederland. En ik geef opleiding en advies, nu iets minder wegens de coronamaatregelen, maar doe ik het vooral met Zoom-meetings en met andere technologieën zoals YouTube-filmpjes. Ik geef training en consult, zoals hier met T-shirt. Consult is voor degenen die het soms niet weten, dus maar daarmee geef ik advies hier in een kwekerij, een van de grootste guppy-kwekerijen in Sri Lanka, waar ik dan opleiding ga geven aan de mensen. Ja, en mijn hele concept wat ik dus heb geleerd is eigenlijk, het is niet alleen een pathogeen. Dus niet alleen de germ theory. Dat wil zeggen, het is niet alleen de zieke vis die we moeten bekijken, maar we moeten denken aan het geheel.
het aquarium. Dat we het aquarium moeten af en toe schoonmaken. En dat er allerlei factoren kunnen zijn die het systeem van de vis verzwakken. En dat is dus mijn ervaring. Ik heb het ook gedaan in de handel, waardoor we dan ook zijn gaan denken, ja, hoe moet ik visziekte aanpakken? En dat is te maken, ik kan wel alle vissen gaan vaccineren, maar dat wil nog niet zeggen dat we daarmee de oplossing hebben. De oplossing is zoeken naar de oorzaken van de ziekte. En de ziekte komt meestal uit verzwakt immuunsysteem. En daar ga ik het ook over hebben. En daarmee heb ik dan ook uiteindelijk mijn boeken beginnen schrijven met de ervaring die ik heb opgedaan. Heb ik een visvoer gaan maken uit de noodzaak om een visvoer te hebben. Want het visvoer had ik nodig in mijn vishuis om een heleboel vissen die binnenkwamen en die eigenlijk ongezond waren door transport, die ziek werden door het transport, door de acclimatieprocedure, die kwamen uit zachte, zure waters, hadden een reis van 48 uur gemaakt. Ja. En dan wilden we toch de vissen in de best mogelijke condities zo snel mogelijk aan mijn klanten verkopen. Ja, want hoe langer het duurt, hoe meer het kost. En hoe meer ik gezonde vissen kon leveren, hoe meer winsten ik maakte en hoe beter mijn bedrijf draaide. En dat was met het hulp van testen van een visvoer, het studeren welke materialen ik kon gebruiken. En dan zijn we uiteindelijk ons visvoer gaan maken. Na vele testen, vele jaren testen, trial and error, proberen om daar iets van te maken. Ja, en waarom sterven soms de vissen? Ja, waarom worden ze mager en ziek? Ja, meestal is het stress of het visvoer. En hier in dit geval, op deze video, zijn de bootjes in competitie met de barbelen. En die barbelen, ja, die pakken al het voedsel. En een clownloods of bootje, maar heeft geen kans om nog een korreltje te pakken of een vlokje. Zelfs voor de plecostomus, die meestal heel mager in het aquarium zitten, omdat die het maar moeten doen met de leftovers, de overblijfselen. Dat is niet. Een vis moet echt eten krijgen. Ook een algeneter of een plecostomus, die overleeft niet alleen op algen. Ja, en een agressie kan ontstaan bijvoorbeeld bij chiklieden, als ze geen goed voer krijgen, slecht gevoerd worden of slecht biotoop hebben. Ja, en dan gaan vissen letsel krijgen, honden en ziektes en dan misschien dood tot gevolg. Dus ja, een aangepaste voeding is belangrijk. En zoals we hier zien in de video, zien we dat de plecostomussen toch liever iets hebben dan een komkommer en gaan ze voor de korrelvoer. Dat toch blijkbaar voor hun lekkerder is en die keuze wordt door hen gemaakt. Eindelijk is het deftige voer te kunnen eten. En daarmee hebben we testen gedaan. Kijken wat eten de vissen het beste, waarom een korrel maken en waarom een voer maken met extra algen. Het zijn allemaal probeersels die we hebben uitgetest in al die jaren in ons vishuis. We hebben natuurlijk geleerd dat de oorzaken van visziekten, dat ik nu vaak uitleg in mijn cursussen, slechte waterkwaliteit kan zijn, het visvangen, transport, de temperatuur die kan schommelen, kan ziektes geven, agressie, overbevolking en vele redenen. Maar er zijn nog een andere factor waar ik het zeker heb geleerd in mijn leven, dat de food stress een rol speelt. Dat wil zeggen, een slecht voer en ook soms nog een slechte voermethode. Dat zijn belangrijke dingen die dan ook oorzaken zijn van visziekten. En we kunnen dat onderzoeken door te kijken inwendig de vis te onderzoeken. Hier een Congo-tetra, die aan het sterven was, hebben we een zware orgaanvervetting hadden ontdekt. Ja, veroorzaakt door slechte voeding tijdens de kweekperiode. Bij de kweker een slechte methode. En dan zie je waterige darmen en dan zien we heel veel vet inwendig in de organen. Ja, we weten dat de vissen een immuunsysteem hebben en we kunnen daaraan helpen. Door een goed voer te leveren. Waardoor de vis een weerstand kan hebben met zijn immuunsysteem. En zich kan verweren tegen een ziekte verwerken. Natuurlijk moeten we stress vermijden, want anders heeft het niet veel zin om een vis in een slecht water een goed voer te geven. Ja, dan gaat hij toch nog een risico krijgen om een ziekteverwekker die hem kan aanvallen. Ja, en dat is zoals huidig met de coronaziekte, een belangrijk immuunsysteem hebben we ondertussen geleerd, dat dat heel belangrijk is voor de mens om een goede weerstand te hebben tegen microben, virussen, bacteriën, noem maar op. En dat is essentieel voor mens en voor dier. Ja, en een goed voer, waarop hebben we dat gebaseerd? Ja, eerst en vooral goede ingrediënten zoeken. En dat waren vooral bij ons proteïne, die heel goed verteerbaar waren, vooral zeevissen, die sustainable, duurzaam gevangen zijn. Dat is visvlees dat verwerkt wordt als restanten van de menselijke consumptie. En daar voegen wij algen naartoe en andere ingrediënten om het zo 100% natuurlijk te maken. Het proces dat we daarin gebruiken in de productie is helemaal gegarandeerd. Dat er geen pathogenen meekomen met het voer, ook heel belangrijk. Want dat gebeurt nog altijd steeds met diepvriesvoer of met levend voer, dat er pathogenen kunnen meekomen of ziektebewekkers.
Ja, als ze speciale vissoorten verlangen een bepaalde grootte van korrel of extra supplementen, zoals algen of kruiden, zowel voor zee- en voor zoetwatervis dat beschikt. Ja, en een goed voer is eigenlijk maar effectief, ook als het goed gevoerd wordt op een goede methode. Hippocrates heeft het altijd al gezegd, al 2000 jaar geleden: Let the food be thy medicine and the medicine thy food. Zo'n goed voer heeft belang dat het goede ingrediënten heeft en een goede productie, waardoor de ingrediënten bewaard blijven. Ja, en waarom kiezen we dan voor korrels in ons productieproces? Omdat dat een vele betere kwaliteit bevat dan vlokkenvoer, levend voer of diepvriesvoer. Die zijn toch de laatste twee een risico dat ze nog pathogenen meebrengen of beperkte voedingsstoffen met zich meedragen of eenzijdig zijn. Het korrelvoer is compleet. En het is ook geschikt voor verschillende maten van de vissen, voor verschillende muiltjes van de vissen, zullen we zeggen, aangepast eraan. Voor 99% van onze vissen in de aquaria. Je hebt natuurlijk speciale eters die hele speciale voeding vereisen, die uitzonderlijk dan eens levend voer moeten krijgen. Maar de korrels is ook het voordeel dat het langzaam zinkt of snel zinkt, afhankelijk van de grootte van de korrel en de alle lagen van het aquarium kunnen bedienen. We kunnen er hier ook aan pre- en probiotica en phytobiotica aan toevoegen, die vers gekookt kunnen worden na de productie van de korrel, waardoor de ingrediënten bewaard blijven. En zoals u weet, de aquacultuur, waar onze zalm en forellen en andere vissoorten vandaan komen, tilapia's bijvoorbeeld of pargassen, die gebruiken alleen korrelvoer, omdat dat vrij is van pathogenen. Zo voeren met de granulaat heeft zeker zijn voordelen, zoals in de video hier. Regenbogen samengehouden met de bootje Makrakanta, klaanlootje, dat geeft normaal een probleem. Dat die bootje Makrakanta niet aan zijn voer komt, maar met korrelvoer, dat verdeelt zich gemakkelijk en kun je dus alle vissoorten met minder competitie in het aquarium houden. We hebben daarvoor ook een speciale brochure ontwikkeld. Die kan u vinden op onze website. Ik geef u op het einde nog de links daarover. Dat het visvoer in relatie staat tot de gezondheid van de vis. Ja, en de visvoer kan meer zijn dan goed. Het kan ook functioneel zijn. Dat wil zeggen dat het factoren bevat die de gezondheid kunnen bevorderen en zelfs de ziekte kunnen voorkomen bij de vis. Dus de vis helpen bij een genezing. En welke ingrediënten hebben we daar zoal in? En wat zijn hun functies? Ja, probiotica voegen wij aan al onze voeders toe. Dat zijn de Pediococcus-bacteriën. Dat is voor een betere darmflora. En als u weet, zowel voor mens als voor dier, is de darmflora het belangrijkste afweersysteem in onze gezondheid. En voor dieren en voor mens. Prebiotica voegen wij eraan toe met gistextracten van chlorella's en aloe vera, dat het afweersysteem van de vis stimuleert en de darmflora positief beïnvloedt. We hebben ook nog plantenextracten die we toevoegen, die de vis helpen strijden tegen ziektes, zoals look, dat velen van u kennen, matrine, tijm, moringa, pompoenmoeszaad, zeealgen en noem maar op. U misschien wel bekend, we hebben een speciale methode tegen witte stip, de Basleer anti-ik-methode, met gebruik van medicijnen zoals Faunamor en Dr. Basleer Beheerverzoek Matrine, waarin wij de vis met witte stip hun huid soort weerstandig maken en weerbaarheid geven tegen infecties met witte stip, dat de witte stip afvalt. En dus dat we een soort repellent, een soort stofje toevoegen, waardoor ja, de witte stip niet op de vis wil zitten. Dus dat is een hulp om de vissen zich te weren tegen witte stip. Het is geen medicijn. Wij voegen geen medicijnen toe aan onze voeders. Dat mag niet. De medicijnen moet je apart gebruiken. Maar wij geven hulpstoffen toe die de vis helpen zich te weren of zich te beschermen tegen infecties of tegen ziektes. Hier een video van mijn privé-aquarium met mijn 12 jaar oude kardinalen, tetras, die alleen in die 12 jaar Biofish Food hebben gekregen. Ze zien er gelukkig en gezond uit. Hier ons gamma Biofish Food, te verkrijgen in meerdere aquariumwinkels of online shops in België, Vlaanderen of in Nederland. Ja, al 25 jaar produceren we ons visvoer en zitten wij op de markt, dat wij vorig jaar hebben gevierd, hier samen met mijn vrouw Angelique. Boeken zijn te krijgen als u meer wil weten over visziekten en u wilt verdiepen om uw vis vakkundig de problemen aan te pakken, zowel over zoetwater als over zeeziekten, te verkrijgen via onze website.
Ja, zoekt u nog meer info, dan kan u deze links bekijken over een brochure die we hebben over de verschillende vissoorten, hun ziektes en welk vis hoe u best kan gebruiken. Hebben we verschillende formuliertjes klaarstaan. En volg ons op YouTube en Facebook, waarin we regelmatig gegevens voor u verwerken. Ja, kijk, dit kon ik even vertellen in deze aantal minuten, waar u gelukkig wat tijd voor hebt genomen. En ik hoop dat u dat een beetje wegwijs maakt in ons, in mijn werk als bioloog. En ook in ons visboer, dat al 25 jaar meer op de markt is. En verdeeld door Aquarium Münster in Duitsland. Zo, ik wens u veel succes en ik hoop dat deze video u geholpen heeft en u zal verder helpen uw aquariumhobby gelukkig te beleven. Ik bedank u.